kijken Spotlight TV, Link Media. Heeft u mijn balletje gezien? Heeft u mijn balletje gezien? Nou, ik heb hem inmiddels gevonden. Een tennisbal. We staan hier, notabene ook welkom geheten door het Kleine Bos Tennispark van de Long Tennisvereniging De Hartel. Er wordt hier niet alleen getennist, maar er wordt ook een soort van nieuwe sport wordt hier bedreven. Althans, binnenkort. 28 juli, verklap het maar alvast. Dan vindt hier de opening plaats van de nieuwe padelbanen. En wat is padel? Dat gaan ze hier binnen uitleggen. Ad Wolterbeek en Bert de Winter. Loopt u mee? Welkom hier, niet alleen in het zonnetje, maar bij LTV De Hartel. En u weet allemaal waar dat is. Dat is inderdaad achter mij de Hartelbrug, het Hartelkanaal. We staan in Nissewaard. Naast mij een meneer die alles weet van padel. Wat is padel? Nou, die vraag ga ik zo meteen stellen aan Bert de Winter. Meneer de Winter, ik mag Bert zeggen. Tuurlijk. Ja, ja. Tuurlijk, Joop. Padel, Nederland. Ja. Padel. Je kan het op twee soorten kan je het uitspreken, twee manieren kan je het uitspreken. Mogen de mensen allemaal zelf weten. Het is, voor mij is het hartstikke nieuw. Voor heel veel kijkers denk ik van Botlek TV en Link Media wellicht ook. Ja. Maar jij bent eigenlijk een expert. Je speelt het geloof ik al 20 jaar. Even in het kort, wat is padel? Nou, padel is eigenlijk een beetje een combinatie van tennis en padel op een kleinere baan. Met kooien waar ook glasplaten in zitten. Je speelt het ook met een totaal ander racket. Daar komen we misschien zo meteen nog wel op te praten. Maar ik vind het reuze leuk. Ik ben anderhalf jaar geleden echt begonnen daarmee. En sindsdien probeer ik het nu ook te realiseren op de Hartel. LTV de Hartel, hè? LTV de Hartel, tuurlijk. Ja. Uiteraard. Ja. We zijn nog bezig om wellicht de naam te veranderen in de Hartel Tennis en Padel. Want ja, we moeten ook meegaan met de tijd. Nou, dat mag, maar als er maar geen contributieverhoging daarvoor is. Padel, ja, er zijn natuurlijk allerlei, zeg maar, varianten zijn erop. Je gaf het al eventjes aan, hè. Het is een combinatie van tennis, maar ook van squash. Ja. Eigenlijk van alles wat. Het bestaat al vanaf 1969, heb ik me laten vertellen. Ja, het is volgens mij ooit ontwikkeld door iemand in Mexico die, die zijn tennisbaan eigenlijk niet in zijn tuin paste. Die probeerde daar padelbaan te maken. Sindsdien is het een beetje overgewaaid naar Zuid-Amerika. En sinds denk ik een jaar of 15 in Spanje gesetteld. En vanuit die kant is het ook in Nederland nu sinds een paar jaar echt populair. Ik kan nog wel melden tot Spijkenisse al in bezit is van een van de eerste padelbanen. Die zijn toen bij de oude Elisabethshoeve, wat nu Endpoint is, gerealiseerd. Dus nu is het de laatste paar jaar echt in een vogelvlucht gekomen. Je kan niet kijken of je hoort wat over padel. En wij zijn ook een van de tennisverenigingen in Spijkenisse en Nissewaard die nu ook padel gaan introduceren. We zijn hard bezig met het bouwen daarvan en binnenkort zijn ze klaar. En dan kunnen de mensen hier ook aan de gang. Ja, we staan hier. Het is zo'n beetje rond het middaguur. Ik had verwacht dat hier allerlei Spanjaarden bezig zouden zijn. Dat je hier een cacofonie van geluiden zou hebben. Timmergeluiden, zaaggeluiden, weet ik het allemaal. Maar die jongens, ja, het zijn echte Spanjaarden. Hè? Ze zijn met siesta. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant ook de credits naar Padel Nederland. Want ik denk ook tot de afgelopen 3-4 dagen zijn ze in Nederland gearriveerd. Afgelopen vrijdag en zaterdag zijn ze begonnen. En het ziet er nu naar uit dat ze morgen al klaar zijn. Dus ik denk ook dat ze verdienen om nu al het op te houden. En morgen de rest af te maken. En dan kan volgende week het kunstgras erin. Ja, want het is specialisme. Hè? Het is niet zomaar van we zetten een ijzeren kooi neer. Een paar platen er tegenaan en een netje ertussen. Het zijn echte vaklui die dus worden ingevlogen vanuit Spanje. Hebben wij die vaklui niet in eigen land? Hoe werkt dat dan? Is het zulk specialisme? Nou, we hebben uiteraard wel van dat soort ploegen die dat ook kunnen. Maar ja, met Padel Nederland, die hebben al jarenlange kennis en ervaring opgedaan vanuit hun vestiging in Spanje. En daarom denken we ook dat we op die manier de juiste en de meest technische mensen hier hebben. Om het van ons heel snel en ook heel goed te realiseren. En wat ook misschien wel interessant is, de banen worden uiteindelijk ook gekeurd door Kiwa.
onder de auspiciën van de KNLTB en NEC en NSF. Dus ook dat is wel belangrijk voor ons, want we willen ook mee gaan doen in competities en toernooien. Nou weet ik wat een kiwi is, maar wat is kiwa? Kiwi, dat is of een vrucht of iemand uit de andere kant van de wereld. Maar Kiwa is gewoon een keuringsinstantie die door de KNLTB ingehuurd wordt om te zorgen dat de banen die goedgekeurd worden door de KNLTB ook voldoen aan de specificaties. Specificaties, waaraan moet een padelspeler aan voldoen? Welke kwalificaties heeft een padelspeler nodig? Want het is toch weer wat anders als squash. Het is wat anders als tennis. Dat gaf je al eerder aan, Bert. Behalve enthousiast zijn en in een redelijke conditie. Wat moet je kunnen? Eigenlijk moet je alleen maar een racket vast kunnen houden. Ik denk dat het daarmee begint. En ik denk ook dat het padel zelf een stuk makkelijker is om je eigen te maken dan tennis. Ik denk tennis een veel technischere sport is. En daarom denk ik ook dat padel echt gelegen is voor heel veel mensen om daarmee in te stappen. Want het is, wat ik al zeg, veel makkelijker te leren. Ik denk dat het ook iets een socialere sport is. Want je bent met minimaal 4 spelers. Het is 2-2. Met tennis is het toch wat individueler. Ik denk daarom ook dat het naast de sportieve uitdaging ook gewoon een sociale evenement gaat worden. Het is van 7 tot 77 jaar, misschien wel tot 91, want een van jullie oudste leden, Jan Bakker, die speelt nog zijn spelletje hier. Ja. Is het ook voor ouderen te doen om te gaan padellen? Ik denk het wel. Nou, ik ben zelf ook al een klein beetje op leeftijd. Je zou het misschien niet zeggen, maar oké. Oh nee, je ziet er geweldig uit. Okay, vindt u niet, kijk eens, ja. Ja, dus wat ik al zeg, het speelveld is wat kleiner. Dus daarom is het ook wat makkelijker te belopen. Dus ook voor oudere mensen is denk ik dat ideaal is. En ja, je staat ook met z'n tweeën naast elkaar. Dus wat dat betreft kun je ook makkelijker alle hoeken afdekken. Dus ook daar denk ik voor dat makkelijker en heel goed te doen is voor wat oudere mensen. Maar ik denk ook met name, en dat is ook een beetje hetgeen wat wij hier willen bereiken op de Hartel. Dat het ook heel veel aantrekkelijk is voor jeugd en jongvolwassenen. Want ja, we zien ook dat onze tennisvereniging een beetje aan het verouderen is qua ledenaantal. En op deze manier proberen we juist de vereniging wat nieuw leven in te blazen door extra activiteiten zoals padel aan te kunnen bieden. Een zichzelf respecterende vereniging, LTV De Hartel is dat natuurlijk. Ja. Moet met zijn tijd meegaan, dat doen jullie dus ook. Je gaf al aan dat ook andere tennisverenigingen in Nissewaard erover nadenken of inmiddels al padelbanen hebben. Mm-hmm. Maar wie betaalt dit allemaal? Betalen de leden dit? Hebben jullie ook sponsors hiervoor? Ik ken er in ieder geval één. Delta Port Donatiefonds die heeft een donatie in het vooruitzicht gesteld. Ja, ja. Maar ja, met alle respect, daar betaal je niet alles. Dat klopt. Wie bekostigt dit? Nou, uiteindelijk toch het merendeel door onze eigen leden. Daarnaast weten we ook dat er een subsidieregeling is voor extra sportactiviteiten. Dat noemen ze de BOZA. Dus daar krijgen we ook een gedeelte van ons geld vandaan. Maar voor de rest moet het gewoon opgehoest worden door onze eigen leden. Dus ondanks wat je misschien net al eerder zei, geen contributieverhoging. Dat proberen we ook na te streven voor de mensen die alleen willen blijven tennissen. Dat hebben we ook via een enquête die we 1,5 jaar geleden hebben gedaan onder onze leden. Om te testen wat de bereidwilligheid was aan leden. Dus leden die we al hebben, die alleen willen blijven tennissen, die kunnen dat blijven doen tegen dezelfde contributie. En de mensen die willen gaan padellen daarnaast of daarbij, die moeten een kleine contributieverhoging betalen. En wat we daarnaast ook willen doen, en dat denk ik dat het ons onderscheidt binnen Nissewaard, dat we het ook commercieel willen aanbieden aan mensen die geen lid zijn. Die kunnen dan gewoon een baan voor een uur of 1,5 uur huren. Ja, en daarmee kan je kennis maken met padel. Of je kan het uitbreiden tot misschien wel een personeelsfeest. Kan je hiervoor naartoe. Ja. Maar daar zijn de leden over het algemeen niet blij mee, hè? Want die moeten dan in de kantine blijven wachten. Of heb je daar ook een oplossing voor? Ja, we proberen overal aan te denken en daar hebben we ook van tevoren al over nagedacht. En aan de andere kant, we gaan ook gewoon instappen met dingen proberen. En gedurende de rit gaan we gewoon dingen bijsturen als we zien dat het niet voldoet aan onze verwachtingen of aan de verwachtingen van onze leden. Voorstaan is aanbieden aan onze leden. We kunnen daar ook bepaalde tijden voor, hoe lang vooraf je kan boeken. Als dat laat zien dat niet-leden meer boeken en langer vooruit dan onze eigen leden, dan gaan we dat aanpassen. En op die manier proberen we toch met name onze eigen leden niet in het nadeel te laten zijn. Je hebt speciaal materiaal nodig.
Ik heb hier een racket. Ja. Nou, daar sla je nog geen mug mee dood, want die gaat er dwars door de gaatjes. Het voelt wat zwaarder aan als een gemiddeld fiber tennis racket. Het heeft een andere grip, het is korter. Van wat voor materiaal is het? En ja, we hadden het al even over de kosten. Wat kost dat wel niet? Ja, dit is een beetje een aanbiedingsracket. Gewoon om te kunnen uitlenen aan mensen binnen onze vereniging die dat nog niet eerder gedaan hebben. Om op die manier kosteloos te kunnen proberen. We hebben ook een aanbieding voor de eerste maand juli. Want ja, we denken tot we eind juni de baan operationeel hebben. En dan de hele maand juli kunnen de mensen het gratis proberen. En dan hebben we ook deze rackets gratis in de aanbieding ter huur of ter leen. Maar dit soort rackets die kan je waarschijnlijk redelijk goedkoop kopen voor €1,40. Maar ja, de hele professionele uitrustingen die kunnen makkelijk €300 oplopen. Maar ik zou gewoon zeggen, als je wil beginnen, schaf gewoon iets goedkoops aan. Of kom het gewoon eerst bij ons proberen in de maand juli.